0 meter hoogte. Staat iemand daar? Ja, is klaar, man. Nee, dat is Tycho niet. Dat is Tycho dan wel. Hij staat... Oh nee, hij loopt wel een beetje. Heen en weer. Dus als we naar omlaag gaan... Dus als ik vooruit ga, dan gaat hij over me heen. Thank you.
lock here. Hij zegt 4 rijen, hoek bovenaan 17 graden, foto's per rij 10 breedte, 360 2 dieptepunt. Nou, laten we zeggen dat hij niet foto's per rij 10 neemt, maar 9. Hoek bovenaan plus 17 had ik gedaan. En doe eens 4 rijen, dat is wel handig. Snap ik, wat is de batterijpercentage? 78%. Goed, nou daar gaan we dan. En start. Go. Dat is een probleem. Nee. Niet een probleem. Neemt geen foto's. Wel van deze. Dat is het percentage. 70, zo? Ik weet het niet. Altijd naar rechts. Naar rechts. Naar rechts. Naar rechts. Rechts.
61%. Oké. Come on down. Het is weer gelukt. En niet gepakt door een hond. Valt weer mee. Hij heeft heel mooi stabiel, hè? Ja, maar hij heeft GPS en allerlei sensoren erin, okay. Dus dat mag ook wel. Ja, maar ik zou hem over de zee hangen. Ja, maar ik durfde het toch niet lagen. Ik denk, er zou toch maar een grote golf komen. Ja, nee, maar je kan hem wel redelijk... Ik probeer het altijd een beetje te filmen en zo, maar dat is natuurlijk met zo'n ding fantastisch. Ja, nou, daar heb ik hem ook verkocht. Ik had een onderwatercamera had ik al, ik had een bovenwatercamera. Ja, ja. Ik denk, nou, nog lucht. En nou, ja, hij is grandioos. Dus hij doet het leuk. Maar wat kost een setje bij elkaar? Zit het zo in je handen? €500. Dit is de goedkoopste drone van DJI. Is dit de eerste versie? Ja, de standaard. Ja. DJI, je kent het. Ja, is de Phantom. Ja, Phantom. Ja, Phantom standaard. Maar ja, zonder camera.
Nee, dat is inclusief camera, ja, ja. Dat kan je toch niet vervangen, dus dat wordt meteen bijgeleverd. Ja. Alleen accu's zelf, die zijn duur, die zijn €100 per stuk. Ja, ja. Dus, dan ga je, wat is de kwaliteit van de camera nu schiet? 2,4 megapixel of zoiets. Ja, dat is goed. Die beelden zijn tegenwoordig allemaal top, zeg. Dus daarom, het is leuk. Ja, heel leuk. Het is veel goed. Succes. Voor mannen. Ja. Even kijken, hoeveel batterij hebben we nou nog? Hij geeft een alert. Oké, een beetje draaien en vooruit maar met de geit. Hoe ver haal je het eigenlijk? €200. Jezus, man, doe normaal. Hey, pap. Ah, jongen, zie je hem nog? Ja. Nou ja, pap, er is een beetje zeewater in mijn laarzen. Dat is een beetje koud. En ik ga het testje maken. Dat is een beetje koud, hoor.
Nee, ik zie die een beetje naar beneden kijken. Nee, dat zijn twee stelletjes. Tycho. Tycho is bij de zee. Nee, nou ga ik dichterbij proberen te komen. Dus dan moet ik een beetje vooruit. Twee jongens aan de watergrens. Focus mode. Hey. Nee. Ik wil track mode. Nee, dat is niet truck. Maar wie is Tycho nou weer? Ai, shit. Nee, die is het ook niet. Oh, daar is Tycho. Maar return to home doen. Bij GPS. Het is een drone.
Ziet u dat vliegtuigje daar? Ja. En dan kan je hier het beeld van zien, wat je dan ziet. Oh. Hij kan laten draaien. Dan gaat hij, ja, het is moeilijk te zien, want het is een beetje veel licht hier. Okay, maar dan kan je, kan je zien wat je ziet. Oh ja, ik zie hem. Draaien. Oh, goed, ja. Ja hoor. Ik was net van plan hem weer te laten landen. Oh. Dat wat leuk. Oh, het is een, zeg maar een vliegend cameraatje. Ja, dat is wat het is. Ja, ja, ja. Leuk hoor. Oh, ja. We kunnen beneden kijken, dan kan de camera besturen, dan zie je ons staan. Ja. Net hier zo beneden. Hij is heel goed bestuurbaar. Je kan hem heel rustig laten. Ja, je kan hem heel, je kan hem heel automatisch laten landen, maar je kan hem ook heel stapje voor stapje doen. Ja, ja. Maar hij kan natuurlijk ook best snel naar beneden. Ja, daar is hij. Hij houdt het aardig met deze wind, want het waait al behoorlijk hoor. Ja, daar zit een GPS in. Die zorgt dat hij altijd op dezelfde positie blijft hangen. Ja. Want anders heb je natuurlijk een probleem. Pap, ja. Ik ga stoppen met vissen. Nou ja, ik ga hem landen. Oké. Okay. Ja, hè. Ja, je ziet ze nog niet zo vaak. Ja, ze zijn natuurlijk wel leuk. Ja, speeltjes. Als je op film stond wel, maar ik geloof dat hij nou op... Houdt hij daar boven in. Ja, als je bij me... Ik denk even zo, ik denk dan zwaai ik hem terug met hem, maar... Dat kan ik niet. Nee, dat kan hij ook niet. Hij kan wel op meneer, maar hij kan niet dat doen. Hoe lang kan je piegen? Deze kan 20 minuten. En dan... Nou, dat valt wel mee. Ik heb nog 53%, dus nog 10 minuutjes vliegtijd. En kan je dan later zien nog wat je gedaan hebt als je vanavond thuis bent? Ja, want ik neem het gewoon op en dan kan ik het gewoon terugzien en er iets moois van maken. Een leuk filmpje of zo. En dan, Leuk hobby's, hè? En dan, anders dan de vliegtuigen. Die hebben een beetje gehaald, geloof ik, hè? Ja, maar ja, vliegtuigen staan niet stil, hè? Dus dat is lastig met foto's maken. Dan moet je weer een bocht maken. Dat wel, die heb je ook. Je hebt ook race drones die bedoeld zijn om zo snel mogelijk te gaan als dat ze kunnen. En dan heb je allemaal van die boogjes waar ze dan doorheen moeten gaan en zo. Maar dat zijn mensen met vaak ook zo'n bril op. En die zien dus wat de drone ziet. Ja, dat is echt eng. Oh, 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 ja. Dus dat vind ik niks. Nee, je mag er niet gewoon toe kijken. Hier kan je niks verknallen, hè. Het is gewoon leeg. Ja, tenzij ik dan op landen druk boven de zee. Ja, dan moet je wel snel even op annuleren drukken, want anders hebben we een natte drone. Dat kan hij niet tegen. Wat is dat? Een natte drone? Pap, ik moet even zeggen. Ik heb tv-programma's en alles. Ja. Ik ga niet naar huis. Je moet hem altijd in het zicht houden. Hij mag niet hoger dan 120 meter. Je mag niet boven. Ja. Vol mee. En hij mag niet verder dan 500 meter ver weg. 480 of zo, maar zoiets. Maar op, zeg wat als het druk is op het strand, dan nog? Kan het dus niet. Nee, als het dus zomers is en er liggen hier allemaal mensen, meer dan 7 mensen onder een drone, zeg maar, dan mag het niet. Dus je mag niet boven mensen, niet boven wegen, niet boven aaneengesloten bebouwing, dat kan ook allemaal niet. Vliegveld al helemaal niet, nee. En ik woon in Schiedam, dat is allemaal no-fly zone. Nou, we hadden bij dat programma Radar, dat is een aantal vergeleken. Ja. Dat klopt, maar mijn zat er niet bij. Nee. Dat waren allemaal goedkope droontjes, zeg maar, van onder de 100 euro. Ja, dan denk ik. Cirkelvliegen en zo, dat soort dingen. Ze hebben een prachtige YouTube-filmpje van de Domme in Utrecht. Die is 110 meter hoog, hè? Daar met die wolken eromheen, door de wolken heen omhoog. Ja. Maar dat mag dan weer niet, omdat je uit zicht komt, hè? Precies, maar Utrecht is een no-fly zone. Je mag niet in Utrecht zomaar aan één gesloten bebouwing vliegen. Ja, ja. Dus dat heeft hij helemaal fout gedaan en daar heeft hij ook een boete voor moeten betalen. Ja, dat is Maar er moeten wel goede regels zijn, strenge regels, anders gaat het mis. Ja, maar weet je, ze willen wel ook strengere regels doen van de zomer dan. Dat je niet hoger mag dan 50 meter en zo. Maar dat maakt allemaal niks uit. Want weet je, als iedereen zich aan de regels houdt, is er geen probleem. Nee. En het maakt niet uit of zo'n ding van iets meer dan een kilo van 50 meter naar beneden komt vallen of van 120 meter. Ik bedoel, een nek breek je toch. Dus, ja. 10 meter heeft hij 200 km/u. Ja, en houdt het op. Ja. De rest is weerstand. Dus, Hij meent Het schiet niet op. Ja, leuk.
Wel leuk, ja. Mooi dit. Maar het is een leuke hobby, dat is het zeker. Mag ik vragen wat dit exemplaar kost in de winkel? Deze is €500. Het is de goedkoopste van deze serie. Ja. Wat betreft erbij? Dit krijg je erbij, de tablet niet. Als je een goede tablet erbij wil, kost dat nog eens €200 weer voor een goede tablet. En een batterij kost ongeveer €100. Dat komt nog los bij. Nou, je krijgt er één bij, maar ja, je wilt natuurlijk twee hebben. Dus je zit al heel snel aan de €1000 en dan heb je de goedkoopste. Want als je zegt, ja, ik ga die €1000 besteden aan een professionele versie, kan. Ja, kan, maar ja, dan komt dat er ook toch weer, dus het schuift altijd op. Ja, ik heb een hele andere hobby. Ik heb even €1000 3D-printer gekocht. Dus ja, duur, nou, die zijn ook leuk. Beetje langzaam, maar wel heel leuk. Ja, ja, zeker. Ja, ik heb geen haast. Nee, gewoon lekker aanzetten, lekker gaan slapen, komt wel weer goed. Ja. Goed, maar onze partners die zijn doorgelopen. Die snapten niet wat ik zei, ik ga even naar de waterkant en terug. Nee, nou, duidelijk niet. Naar de Maasvlakte, ik zie ze niet meer. Weg. Zie jij ze? Zijn ze kwijt? Oh, zijn ze kwijt, geeft niet joh, mis je niks aan. Doei, tot ziens. Ja jongen, zijn je schoenen nat, sokken nat, voeten nat? Is het toch mislukt? Is er toch een golf gekomen die zei poets poem en toen was je nat? Ja. Ja jongen, dat was het leuk.